Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Tom Drijver en ik ben bridge docent. En ik ga nu spelen op Barry's Internet Club, Toekomstclub. En dit is een speciale versie, want dit is de afspeel challenge. Dus dit gaat puur en alleen maar over afspelen. Dus we gaan eens even kijken wat er langskomt. En ja, zeker omdat ik daar veel vragen over krijg over afspelen, gaan we dat gewoon zo eens even stapje voor stapje doornemen. Dan ga ik jullie gewoon meenemen in een aantal spellen om te kijken inderdaad hoe ik denk en kijken of dat het goed afloopt. We zitten nu hier het eerste spel in drie sands naartoe. We hebben geen biedverloop, denk ik. Ik kan eens kijken of ik dat kan kijken. Ja, ik heb wel een biedverloop trouwens gekregen. Nou, dus dan controleer ik even of dat het... Nee, de T-partij heeft niks geboden, dus daar kunnen we niks uithalen. Ik ga gewoon slagen tellen in sands. Dus ik heb 3 ruitslagen, 2 klaverslagen. Dat is 5, 1 hartenslag is 6. Nou, waar kunnen we extra slagen uit verdienen? Klaver. En harten met een snit. Klaver kun je mogelijk 3 slagen mee verdienen. Dus daar gaan we mee beginnen. Dat wordt onze werkkleur. En als ik er 9 samen heb, dan ga ik niet slaan. Maar dan ga ik... Nee, sorry, dan ga ik niet snijden, maar dan ga ik slaan. Als je 9 kaarten samen hebt, dan is de kans groter dat de vrouw, zullen we zeggen, naar beneden komt. Dat die valt. Als ik er nu 8 samen had gehad, dus als ik klaver 4 niet had gehad, had ik klaver heer en een kleine klaver naar de boer gespeeld. En nu doen we het anders. Ik speel eerst nu klaver koning. En ik speel kleine klaver naar het aas. Ai, dat is wel jammer. Het is wel de beste kans, maar ja, het is niet altijd zo dat de beste kans natuurlijk wint. Nou, ik sta nu wel een klavertje af. Nu gaan we eens even opnieuw kijken. Hoeveel slagen hebben we? Even kijken hoor. Ik heb 3 slagen gemaakt. Ik heb nog 2 klaverslagen bij. Dat is 5. 2 ruitslagen is 7. En 1 hartslag is 8. Ja, dus die harten die kunnen we wel snijden. Dat kan eigenlijk 2 manieren. Nee, ik kan eigenlijk maar op 1 manier. Dus harten koning moet goed zitten. Dus ik ga harten vrouw spelen. Ai, helaas. Harten koning zit fout. Ja, dat is wel teleurstellend. We gaan gewoon 1 down, denk ik. Want ik kan deze slagen oprapen. En ik speel nu klaver. Nog een klaver. Hier, yeah, harte aas. Yeah. Het is niet dat we nog slagen kunnen gaan verdienen. De koning is de laatste, dus 8 slagen gemaakt en dan moesten er 9 zijn, dus eentje te weinig. Dus het is eigenlijk een beetje jammer dat dit in het voorbeeld anders zit, maar het is dus in deze positie met klaveren beter om te slaan omdat je er 4 mist. Als je er 9 samen hebt, dus slaan 9 ga je slaan en 8 ga je snijden. Niet in dit spel, maar even kijken, we zitten in 4 schoppen. De tegenpartij biedt niet mee. En in een troefcontract tel ik altijd verliezers. Nou, ik begin met, ik ga aan de lange kant van de troef kijken. Ja, 7. Nou, zijn we weer 9 samen, hè? 7 plus 2. 7 schoppen is 9, dus we gaan weer slaan straks. Maar in principe tel ik dan 0 of 1 schoppenslag verloren. 2 hartenslagen, hè? Harte aas, maar harte vrouw mis ik nog. Geen klaverslagen, geen ruitslagen. Maar waar kunnen we verliezers op kwijt? Nou, die hart kunnen we snijden. Dat ik een kleine hart hier leg. Ja, de hart wordt over ons genomen. Dus harten aas, harten na. Hij komt naar ons toe. Maar ik ga weer laten zien. 9 samen gaan we slaan. Als het nou weer fout zit, dan zou je toch bijna gaan twijfelen. Ja, gelukkig. Hij zit nou goed. En nu is de rest voor ons, hè? Want die hartenboer is hoog, klaver aas is hoog, ruiter aas is hoog, dus alles is hoog. Ik kan nog even een paar kaarten spelen. En straks kunnen we dit denk ik claimen, maar ik weet niet nou hoeveel slagen dat mag. Wanneer Barry het goed vindt, nou, Barry vindt het nu goed. Zo zie je maar. Dus nu hebben we 90%, hebben het goed gedaan. En voor de mensen die nu opnieuw gesneden hebben, die hebben een slagje minder.
De bieding erbij. We zitten in twee harten. Een deel scoren dit keer. Nou, eens eventjes kijken. Ik tel in harten 3 verliezers. De aas, de koning en de vrouw. In schoppen geen. In harten 2. En in klaver 0. Even kijken hoor. Dus dan heb ik 2, 3, 4, 5 verliezers. Nou, op zich een goed teken. Er zijn geen bijzondere dingen die we hoeven te doen. Ik zie al een snitje misschien op ruiter 10. Klaver vrouw. Nou, laten we gewoon eens lekker gaan spelen. Er is in ieder geval niks bijzonders wat ik hoef te doen, dus ik ga zo snel mogelijk troef spelen. Om te voorkomen dat zij introvers kunnen maken. Oh, daar hebben we zo mee. Ik tel altijd in verdelingen, dus de harten zitten 3-2. Dus de harten zijn er nu uit. Even kijken hoor, ruiten. Oké, voor het team voor het aas, eigenlijk een soort mini-snitje. Nou, en nu is eigenlijk de rest voor mij, hè. Klaver aas, klaver koning hebben we, ruit aas is eruit, dan schoppen koning is eruit. Dus niks meer om ons zorgen over te maken. We gaan claimen. Volgende spel zitten we in 3 ruiten. Even kijken, dus het is een troefcontract, dus gaan we gewoon weer verliezer stellen. Geen ruitenverliezer. Nou, als we vanuit Noord, nu kunnen we eigenlijk de verliezer vanuit twee kanten tellen. Dus je mag kiezen, maar dat er geen lange kant van de troef is, maar ik ga kiezen even voor Noord. Ik mis wel 1 schoppenslag, 1 hartenslag, 2 en 3 klaverslagen. Maar die klaver die kan misschien wel ergens op weg of we kunnen hem introeven. Maar laten we eerst mee beginnen. Klaver, schoppen, vrouw. De 2, kleintje beloofd plaatje. Dus ik denk dat hier schoppen koning zit. Eens even denken. Ja, daar ga ik meteen even naar kijken. Oh, schoppen 9. Beetje een gevaarlijke kaart. Op borg gooi ik een klaver weg. Ei, die wordt ingetroffen. Dat is jammer. Maar die kunnen wij weer introeven. Dus ja, we kunnen nu troef trekken. Dan missen we eigenlijk denk ik alleen maar harte aas. Maar we moeten natuurlijk wel, die schoppen is niet hoog, dus die schoppen moeten we afschroeven. Nou, dan ga ik oversteken naar harten. Pakken. Introeven. Ai, we worden overgetroffen. Schoppen erover af en die klaar zo. Ja, lastig spelletje. We hadden wel een 50% eruit, maar dat had iets beter gekund. We hebben een beetje een groot risico genomen met die schoppen, maar... Nee. We gaan ons best weer doen. We zitten in 4 schoppen. Kijk, er is hier 3 schoppen geopend, preemptief. En toen heeft Zuid er 4 schoppen van gemaakt. Dus kijken of ik verliezers zie. Schoppen geen verliezers, dat is wel lekker, zeker met deze start niet. Harten 1 verliezer, klaver 1 verliezer, ruiten 2 verliezers. Ja, waar zouden we wat op kwijt kunnen? Als harten aas nou goed zit, gaan we eens even proberen. Als harten aas nou hier zit, ja, kijk, dan kan er op harten kan er een ruiter kwijt. Het eerste probleem is alvast opgelost. Die pakken we lekker. Dan speel ik schoppen boer. Om even troef te trekken. Harten. Harten. Ruiten weg. Ja. Dit is nog ook een soort van snit. Hij is een beetje lastig. Maar ik ga je wel ruiten weggooien. Stel je voor dat klaver koning nou hier zat. Hadden we die ook nog gehad.
Maar dat was niet zo. En de rest is voor mij. Oké. Okay. Dat is dan weer een heel goed percentage. Kijken waar het om dat in zit. Meestal is het 1 down gegaan. Ja. Het heeft ermee te maken, denk ik, met die harten. Het is belangrijk dat je heel snel harten speelt. Om harten een ruiter kwijt te kunnen. Even kijken. 4 harten. Dus we gaan weer verliezen stellen. Ik tel 1 schoppenverliezer. En 2 ruitenverliezen en een klaarverliezer. Kunnen we daar wat aan doen? Ja. Schoppen start is vervelend. Ja, we gaan gewoon die klaver snijden. Dus klaver zet gewoon een snitje. Maar voordat we die klaver gaan snijden, ga ik eerst troef trekken. Want er is geen reden om geen troef te trekken. De troeven zitten rond, zijn eruit. En ik begin met klaver 10. Voor een kleintje. Kijk. Dat is lekker. Die zit in ieder geval goed. Klaver aas. Dan kunnen we introeven. Ja, dan maakt het niet zoveel meer uit. Nou, laten we een rijtje spelen. Die slag verliezen nog en de rest is voor ons. 3 sansen toe. In 3 sansen toe gaan we weer slagen tellen. Dus ik tel 2 hartslagen, 2 klaverslagen is 4. Nou, dan ga ik kijken waar je slagen kunt ontwikkelen. Klaver zal je 1 slag kunnen ontwikkelen, dus dat is niet zo interessant. In schoppen 3. En in ruiten ook 2 of 3. Dus schop is eigenlijk de fijnste kleur om mee te beginnen. En dat doen de tegenstanders al voor ons. Dus dat vind ik niet heel vervelend. Die pak ik alvast. Nou weet je, speel ik deze ook meteen. Dan ben ik er zeker van dat ik deze slagen ook haal. Nou, ruiten willen ze ook graag ontwikkelen. Ruiten voor de 9. Koning. Nou, speel ik nog een ruitje, want die ruiten willen ook wel ontwikkelen. Gaan we goed kijken of die ruiters rond zitten. Dan gaan we hier even testen. Ruiter 10 en ruiter 7. Lekker. Dus we gaan even kijken. Dus nu kun je kiezen om 2 klavers weg te gooien. Of een hart en een klaver. Ik kies voor een hart en een klaver. Want het zou nog kunnen zijn dat klaver, vrouw, boer, seks is. Zou nog kunnen. Dus daar houden we wel rekening mee. Dat was niet nodig geweest, maar. Oké. Okay. Dit was 3 sans toe plus 1. Nog eentje in deze afspeelchallenge. Bietverloop. Aan ruiten schoppen 4 schoppen. Nou, 4 schoppen tel ik verliezers. Nou, vanuit de lange kant van het hof. Geen schoppenverliezers. Geen hartenverliezers. Gaat lekker. 1 klaververliezer. Ja, een ruitenverliezer. Maar die ruiten, ik zie al, de snit kan ik 2 kanten opnemen. Nou, eens kijken of dat ik daar. Of dat we wat wijzer kunnen worden. Tijdens het afspelen. Klaver aas, klaver 10. Nou ja, weet je, daar kan ik een ruitje op gooien. Ja, heb ik nou heel veel aanwijzingen? Dat ook niet, hè? Schoppen aas, koning. De 6 wordt er gegooid. Ja. Kijk, die snit kunnen we natuurlijk gewoon lekker uitstellen, want ja, we hoeven hem nog niet te nemen, dus. Zo'n snit stel ik altijd zo lang mogelijk uit. Ik probeer altijd zoveel mogelijk informatie te krijgen van de tegenstanders. Het zijn slimme tegenstanders, je ziet. Het zal geen enkele kleur weg. Dus ja, nu is het gewoon kiezen.
Ik kies voor deze. Goed gekozen. Ruitenvrouw zat daar. Ja, en waarom doe ik dat? De enige reden waarom ik dat doe, denk ik, is omdat links is hard de aas gestart. En dan denk ik, nou, dan zullen de andere punten wel meer, een beetje verdeeld aan de andere kant zitten. Dus dit was in ieder geval een goed verhaal. Hebben we het goed gedaan? Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Zoals je ziet is het, zijn het echt steeds dezelfde stappen. In een sans-contract tel je slagen, in een troefcontract tel je verliezers. En je werkt het stap voor stap af. Dus ik zeg, doe je voordeel ermee en heel graag tot de volgende keer. En veel plezier op Barry's Internet Club.